is een product van een lang traject waar een capaciteitsopbouwproject was voor de implementatie van de conventie van immaterieel erfgoed van 2003, UNESCO's conventie. En wij als Bonaire hadden ook aan deelgenomen aan die capaciteitsopbouw, die door alle eilanden hebben meegedaan, dus Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint-Eustatius, toen ook Suriname. En een onderdeel daarvan was niet alleen dus leren hoe je dus immaterieel erfgoed op een professionele manier moet kunnen documenteren. En dat Bonaire is gelukkig, daarin hebben we werkzaamheden van Fouillecourt, dus we zijn heel rijk aan hoe ons immaterieel erfgoed is gedocumenteerd gedurende al deze jaren. Maar het is ook het feit dus dat je moet het toch wel internationaal naar voren kunnen brengen. En dit project heeft dan de mogelijkheid opengemaakt dat de UNESCO werkgroep Bonaire, waarvan ik leider van ben, dat wij konden werken aan dit project om de website naar voren te brengen en invullen met immaterieel erfgoed van Bonaire. Ons inventaris staat erop. En die is, dat kun je dan zien, je kunt het ook dus zien via, als je Nederlands spreekt of ook Engels. Maar natuurlijk is het een papiamento. En we hopen in de toekomst om financieel de mogelijkheid te krijgen om ondertiteling te zetten op alle documentaires en filmclipjes dat erop staan. Zodat de andere en talige mensen, dat ze dat ook kunnen begrijpen en zien hoe ons immaterieel, hoe rijk ons immaterieel, onze identiteit. En het is, deze lijst is niet alleen dus natuurlijk door Fouillecourt naar voren gebracht, maar het was een hele exercitie toen de tijd, gedurende het project, met onze gemeenschappen van Bonaire. Dus veel mensen hebben bijgedragen en gezegd dat deze zijn de elementen, noemen ze dan, in de jargon van UNESCO. Bijvoorbeeld onze Simada, Mascarade en zo, allemaal staan erop. Maar dit zijn de dingen die wij zeggen, dit is onze identiteit van Bonaire. En dus dat staat dan op de website. Ik hoop dat mensen kunnen zien, het is heel makkelijk, maar heel moeilijk ook een beetje de naam. Immaterieel cultuur, erfgoed, Bonaire.com of .org. En in het Engels is het Intangible Cultural Heritage Bonaire.com of .org. En we hebben ook natuurlijk Facebook page, Instagram, LinkedIn, het allemaal, al de social media, dat hebben we ook. Dus heel makkelijk kan je nu al op onze Facebook page, we waren vandaag live erop. En dat is dan Patrimonio Cultural Intangible Bonaire. Dus begin die naam te... Maar dat moet leven. Dat moet dus daarom ook zo ingewikkeld gehouden. Je immaterieel erfgoed zit in je. Het zit in je hoofd, in je hart, in je handen. Het is kennis, het zijn tradities die je van generatie op generatie doorgeeft. En die heel erg belangrijk zijn voor je identiteit. We werken inderdaad sinds 2012 aan het UNESCO-verdrag in Nederland, in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, we werken eigenlijk samen om immaterieel erfgoed in het Koninkrijk zichtbaar te maken. Zichtbaar voor de eigen bewoners in eerste instantie, want immaterieel erfgoed geeft een gevoel van trots. Van eigenheid, van saamhorigheid, daar hadden we het eerder ook al even over. En deze website kan daar heel erg aan bijdragen, aan het zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed, aan wat er allemaal immaterieel erfgoed is op het eiland. We hopen dat deze website daar een bijdrage aan kan leveren. Voor Nederland hebben we al een dergelijke website, immaterieelerfgoed.nl. En vanuit een projectsubsidie van het ministerie van OC&W wordt er momenteel gewerkt voor alle 6e eilanden binnen het Koninkrijk aan een website voor immaterieel erfgoed.